Geen Nick Tielemans bij Una in de basis. Hij is geschorst. Maar voor hem de teruggekeerde Brian Bogers in de spits. Die bezorgt hier de bal bij Van der Gevel. En dan is het na 1 minuut al de voorsprong voor de bezoekers van Una. Er wordt nog geappelleerd voor buitenspel. Het is uit dit perspectief zeer lastig te zien. Maar scheidsrechter Joey Kooi geeft zijn fiat voor het doelpunt van Mart van der Gevel. Zijn 8e van dit seizoen. Redert namens de thuisploeg. Almeida, matige voorzet. Maar wel een herkansing. Wellicht is de bal dan beland bij Blij. Blij doet dat wel handig. Dus Toskovic komt de snelle gelijkmaker. Mark Schenning bezig dus aan zijn laatste seizoenshelft bij Una. Hij gaat de club verlaten. Poeljes met wat ruimte voor zich. Vink combineert. Redert gaat de bal maar weer naar de zijkant. Naar Almeida. Veel spelers van Excelsior maar sluizen voor het doel. Maar daar komt die bal niet. Kan er wel van afstand geschoten worden. Dat is een aardige inzet. Niet meer dan dat van Hamid Alptekin. Het spel van Excelsior maar sluis is wel aardig. Het is verzorgd. Maar er komt niet zo heel veel uit. Qua echt grote kansen. Het is dreigend. Maar meer ook niet. Ook getuigen deze avond. Kijk, Excelsior heeft veel de bal. Maar het komt nauwelijks tot een echte kans. Dat geldt niet voor Una. Want zij zijn steeds gevaarlijker en sneller met Van Wanrooy. Almeida komt te laat. Van Wanrooy, dit is een aardige bal en Bogers. Dat scheelde niet veel. Of had zijn terugkeer kunnen opluisteren met een doelpunt. Uit de selectie gezet bij Achilles 29. Toen teruggekeerd op het voor hem bekende nest bij Una. Waar hij als amateur doorbrak. Onder meer 52 doelpunten maakte in 3 seizoenen in de topklasse. De corner is voor de thuisploeg. Daar is Redert. Het zegt eigenlijk veel dat dit al een gevaarlijk moment is. De stootkracht van Excelsior Maassluis is gewoon zeer beperkt. Daar had trainer Jeroen Rijsdijk het al over in de eerste seizoenshelft. En in het eerste half uur tegen Una blijkt dat het nog niet veranderd is. Dat is bij Una wel anders, want kijk, hier is hij weer, Bogers. En dan is het wel raak. Met enig fortuin, want het schot van Dylan Donkers wordt via via ineens een assist. Maar dan laat hij wel zien, die Bogers, waarom het zo'n fenomeen is voor het doel. Wat een wilde dan voor Una, 2-0 voorsprong. En dat tegen Excelsior Maassluis, dat de beste defensie heeft van de tweede divisie. Tot vandaag in ieder geval. Pas 17 goals tegen. Dat is niet eens 1 gemiddeld. En nu al 2. Dit was Van Wanrooy bijna met de 3e goal van Una. Maar 2 tegentreffers is dus heel wat voor Excelsior Maassluis. Redert. Weer met het hoofd. Van Wanrooy. Dat is handig gedaan, zeg, door Van Wanrooy. Zo tussen 2 man door. Ja, dan snap ik ook wel dat je het zelf wil doen. Aardige actie van Benjamin Van Wanrooy. Niet beloond met een treffer. Rob van Boekel. Goeie voorzet. Daar is de keeper te laat en is daar Van Wanrooy. Nou, die kan er net niet meer bij. Versiert nog wel een corner. Kan Una dan nog gevaarlijk worden en zo een mokerslag uitdelen op slag van rust? Nee, dat lukt niet. Maar een 2-0 voorsprong voor de bezoekers is ongekende wilde. Bij Excelsior Maassluis 2 wissels in de tweede helft. Dien van Ooyen is erin gekomen. En deze Kilian Berghout. En die probeert het gelijk maar eens.
Dat lijkt er dan een beetje op. Dat tekent in ieder geval de intenties van die invaller. Blij. Doet dit handig. Kan alleen Van Ooyen niet bereiken. Van Wanrooy. Bogers naar Zebrechts. Dit ziet er aardig uit. Zebrechts. Zebrechts, wat is dit een geweldige goal zeg. Van Teun Zebrechts. De controle is goed. Doelman Van Leeuwen staat te ver voor zijn doel. En perfect in de verre hoek. En zo gooit hij die wedstrijd op deze schitterende manier in het slot. Want Excelsior Maassluis heeft dus zoveel moeite met het maken van doelpunten. Kansen krijgen ze al nauwelijks. Misschien via deze invaller Lopez. Hij erbij gekomen. Ja, het is ook niet veel. Maar drie doelpunten moet Excelsior Maassluis nu nog maken. Om in ieder geval nog wat over te houden aan deze wedstrijd. Almeida, hier is hij weer. Lopez, nou goed. Het zijn nog van die kleine lichtpuntjes waarvan je zegt, dit lijkt er een beetje op. Van Wanrooy. Hij wel met de grote kans. Groter dan alle kansen van Excelsior Maassluis bij elkaar. Maar Van Leeuwen voorkomt erger voor de thuisploeg. Van Boekel. Daar gaan ze weer. Bij Una. Keer op keer. In de aanval zijn ze de verdedigers van Excelsior Maassluis de baas. Bogers. Van Wanrooy. Die wil natuurlijk ook wel een goaltje maken. Van Wanrooy. Is dit dan zijn moment? Voorlopig nog niet. Zebrechts. Bogers. Absoluut een versterking voor dat elftal van Una. Met zijn ervaring uit het betaalde voetbal. Bewijst hij gelijk zijn waarde. Dit is goed gespeeld en het is zelfs ook nog 0-4. Jury van der Meer maakt hem. Ik kijk ook weer naar het verdedigen van Alp de Kien. Die wacht af terwijl Van der Meer naar de bal toe gaat. En dus 4-0. En ook Bogers nu in een verdedigende rol handig. Haal deze kopbal van Kurt van der Lijn. En zij geloven het wel. De eerste trouwe supporters van Excelsior Maassluis gaan al naar huis. Van Ooyen. Van Ooyen nog altijd. Van Ooyen. Nou, de eretreffer. Voor Dien van Ooyen. Hij verlengde in de winterstop zijn contract bij Excelsior Maassluis. En scoort nu zijn tweede treffer van het seizoen. En dit is nummer 3 van het seizoen. En nummer 2 van de middag. Het komt allemaal wat laat. Want er zijn nog maar 2 of 3 minuutjes te spelen. Maar voor Van Ooyen is het natuurlijk een opsteker. Waarom zo laat, vraag je dan natuurlijk af. 80 minuten lang laten ze helemaal niet zien bij Excelsior Maassluis. En nu komt misschien de derde van Van Ooyen eraan. Dat had toch wat geweest zeg. Maar dat blijft voorlopig uit. Van Ooyen jaagt weer op de bal. Bij Una zijn ze wat zenuwachtig aan het worden. En dat is misschien wel terecht, want hier is Van Ooyen opnieuw. Ja, wat een verhaal is dit zeg. In 10 minuten maakt hij de 3. En is het dan nog tijd voor een 4e voor Excelsior Maassluis? Het zou een ommekeer van je welste zijn die je eigenlijk 80 minuten lang niet ziet aankomen. Maar komt die ommekeer er ook? Nee. En kijk naar de opluchting bij Bogers en bij de rest van Una. Ze speelden een uitstekende partij. Gaven het misschien in de laatste 10 minuutjes een beetje uit handen. Maar pakken dik verdiend de 3 punten op Dijkpolder.